Ja, van mij hoeft het niet, maar zal ik het licht even aandoen? Het is 30 jaar geleden dat ik, al meer dan 30 jaar geleden dat ik kon zien. Ik heb de helft van mijn leven kunnen zien en de tweede helft niet meer. Vroeger, in de tijd dat ik kon zien, tekende en schilderde ik als hobby. En ik gaf niks om beeld te houden. Nou ja, en op een gegeven moment ontdekte ik dat ik via de handen ruimtelijke vormen, zoals beelden van steen en van hout en van keramiek, dat ik eigenlijk wel heel goed kon voelen ook. Dat ik ook wel heel leuk vond om aan te voelen. Ik zat wel met allerlei plaatjes wat ik vroeger gezien had, van schilderijen bijvoorbeeld. Beelden uit de natuur, bijvoorbeeld landschappen, bloemen. Maar als je met sculpturen bezig bent, het lukte mij sowieso niet om bijvoorbeeld een klei of een stenen dierfiguur na te maken. Dat kreeg ik niet voor elkaar. En dat frustreerde me. En toen dacht ik, nou, dan ga ik abstract werken. Hè? Ik ga mijn eigen vormen bedenken. Puur op de tast. Dat het gewoon lekker in de hand ligt. Ik vind dit bijvoorbeeld lekker in de hand liggen. Dat vind ik een spannende vorm. Rond mijn 20e jaar merkte ik dat ik 's nachts niet meer goed zag. Ze noemden dat nachtblindheid. En er werd toen tegen mij gezegd van, nou, je kunt nog wel heel lang blijven zien. Zij hebben door een smalle koker, maar je kunt nog heel lang blijven zien en lezen. Nou, helaas pakte dat bij mij niet zo uit, want toen ik 30 was, toen zag ik al vrijwel niks meer. Dus bij mij is dat achteruitgaan van het gezichtsvermogen heel snel gegaan. Ik heb elektrotechniek gestudeerd. Ik ben toen bij Philips gaan werken, hier in Eindhoven, in de research. En ik heb de voorontwikkeling gedaan van de DVD-speler. Nu is het zo dat ik vanaf mijn geboorte ook slechthorend ben. En toen ik 31 was en ik moest stoppen met mijn werk, ja, toen ben ik gaan revalideren op het Looerf in Apeldoorn. Ik heb braille geleerd, ik heb leren stoklopen en allerlei andere vaardigheden geleerd op het gebied van huishouden. En toen hoorde ik dat ik een syndroom van Usher heb. Dat is de combinatie van een netvliesaandoening, de retinitis pigmentosa, en slechthorendheid. Het had ook invloed op mijn eigen waarde. Hè. Ik voelde me ook nutteloos, niet meer waardevol. Ik voelde me nutteloos omdat ik mijn werk niet meer kon doen, omdat ik mijn hobby's niet meer kon doen, omdat het niet meer van betekenis was voor anderen. Ik kon niet meer mee uitgaan. Dus ik voelde me ook een beetje, wat zou ik zeggen? Wat doe ik hier nog? Hè? Wat is de zin er nog van? Ja, het is met de stok voelbaar. Oké. Okay. Voel maar eens. Gat wordt groter. Voelen. Nee, voelen. Zie ik op mijn schip. Ik vind de structuur erin ook echt heel erg mooi. Goedemiddag allemaal. Ik ben George Kabel. Ik ben een van de deelnemende kunstenaars hier. En ik ben blind en slechthorend, dus zal jullie straks vragen gaan stellen met luide stem graag. Voor degenen die het niet kunnen zien, we staan rondom een trampoline. En op die trampoline staan een groot aantal voorwerpen in een kring. En gelieve niet op de trampoline te springen. Ik heb nog nooit eerder in zo'n mooi groot museum mogen exposeren. Ik voelde me haast een professional, hè, omdat ik met een heel ander type kunstwerk in een heel geweldig museum kon exposeren. Dat was ook een hele stap vooruit in mijn ontwikkeling als kunstenaar. Ik ben geïnspireerd
door een schilderij wat zich hier in het museum bevindt. En dat schilderij is van de Poolse schilder Wilhelm Sasnal. Ik heb een afbeelding bij me voor degenen die het kunnen zien. Die zal ik nu laten rondgaan. We lopen nou de zaal in, Sjors. Ja. En we lopen nou naar het schilderij. Mm-hmm. Je ziet de rug, hè? Dus mensen achter ons zien al onze ruggen en die zien zijn rug. Oh ja, ja, ja. En dan staat hij eigenlijk, kijkt hij zo. Ja. Yeah. En deze, ja, eigenlijk zo, zo. Ja, ja. Ik volg hier al een paar jaar de special guest programma. Dat zijn de speciale rondleidingen voor blinden en slechtzienden. En het Van Abbe Museum heeft voor mij een wereld van kunst laten zien die ik anders nooit had kunnen ervaren. Dit bovenhelftje van het oor zie je ook niet meer, de bovenhelft. Ja, ja. En je ziet dit stukje nog en dit verdwijnt dan helemaal in het zwart naar helemaal weg. Met die beschrijving erbij ontstond er bij mij een beeld. Een beeld van een eenzame man die daar staat en naar een donkere achtergrond kijkt. Voor mij symboliseert dat een donkere toekomst. Misschien ook wel een beetje onheilspellend. En dat het hoofd er niet helemaal op staat, dat integreerde mij enorm. Voor mij had het te maken dat die, zijn ervaringen of zijn kennis, dat dat er niet meer is uit het verleden. En dat hij dat verleden dus moet loslaten en een nieuwe stap moet zetten in de toekomst. Nou, toen ik dat besefte, toen raakte dat schilderij me heel erg, want de toekomst is dan wel donker. Maar hij is niet ingevuld. Ik moet dat zelf gaan doen. En ik kan dat ook helemaal zelf bepalen. Dus hier ligt ook een groot stuk vrijheid. Hè? Ik ben weer vrij om opnieuw een start te maken, om opnieuw mijn leven vorm te geven. Ja? Mooi schilderij. Ja, ja. Ik tekende en schilderde niet meer. Maar ik had wel de behoefte om nog iets met mijn handen te gaan doen. Want die handjes had ik nog en met die 10 vingers van me kun je heel veel voelen. En toen ben ik hier in mijn eigen omgeving op zoek gegaan naar mogelijkheid om te gaan beeldhouwen in steen. Maar ik was nergens welkom. De docenten van die centra die zeiden, ja, we hebben geen ervaring met lesgeven aan blinden, dus ja, wij doen het niet. Maar toen heb ik iemand gevraagd om in de Gouden Gids op zoek te gaan naar beeldhouwers hier in de omgeving van Eindhoven. En er was er één beeldhouwer bij en die zei, kom maar. Ja, want als, vroeger als ziende naar het museum ging en ik zag een heel mooi schilderij, daar kon ik helemaal ontroerd van raken of geraakt worden, hè, of daar kon ik daar stil van worden. En ik merkte dat door het aanraken van beelden met mijn handen, door het af te tasten, door de vorm te voelen, dat ik ook weer geraakt kon worden. Hè. Het aanraken, daar kreeg ik weer iets voor terug. Hè. Daar werd ik weer door geraakt. En ik merkte ook dat ik met het beeld houden en door te exposeren van mijn werk, dat ik op die manier weer van betekenis was voor anderen, voor mijn omgeving en ook voor mijn eigen waarde, dat ik ook weer in staat was om iets te doen voor anderen. Ik weet precies waar mijn spullen zijn en kan er ook goed op de tas terugvinden. Het wordt een probleem als andere mensen hier komen en gaan stiekem dingen verplaatsen. Dan ben ik het ook echt kwijt. Ik doe zoveel mogelijk alles alleen. Dat is ook altijd mijn streven geweest. Maar er zijn een paar dingen die ik niet alleen kan doen. Dat is onder andere lijmen. Ik heb het één keer gedaan, dan zat ik met mijn vingers toch in de lijm. En op een gegeven moment zaten mijn vingers vastgeplakt. En dat is niet handig. Dus dat doe ik niet meer. En voor de rest, het hakken, het schuren, dat doe ik wel allemaal zelf. Ja, goed dat jullie er zijn. Ik ga nog even een hand geven. Ik steek mijn hand uit. Sjors. Hoi, goed dat jullie er zijn. Hoi, Annelies. Ik
denk dat, voor zover ik weet, is dit een van de allereerste keren, misschien wel ter wereld, dat blinde kunstenaars op deze manier hun werk tonen. En dat een museum echt aandacht besteedt aan de manier waarop blinde en slechtziende mensen, en specifiek ook kunstenaars, naar de wereld kijken en eigenlijk via hun werk ons laten zien hoe je nog een hele wereld hebt eigenlijk. Zelf een wereld vol met kleur en vol met vorm. Terwijl je misschien bij blinde mensen toch aan een zwart gat denkt misschien. Terwijl ik me heb laten inspireren door de mensen die ik hier heb ontmoet, dat het eigenlijk veel rijker is dan alleen maar dat zwart. Samen met de doelgroep zijn we dus gaan kijken van ja, wat blijft er nou nog over als je met je ogen dicht naar de collectie kijkt. En dat is iets wat waar ik enorm veel van geleerd heb, want ik ben zelf ook beeldend kunstenaar en ik werk hier nu al een hele tijd in het museum en ik ken de collectie goed, dat ik van de een op de andere dag me moest voorstellen hoe het zou zijn als ik het allemaal niet kon zien. En dan kom je eigenlijk tot een soort van kern van het werk, van waar gaat die kunst nou over? Puzzelstukjes die ik overal zie. Wat zei je? Die puzzelstukjes. Oh ja, ja, ja. Ja, wat valt er nog te puzzelen? Ja. Alles wat je zwart hebt gemaakt, ja, zijn voor de mensen die kunnen het wel kunnen zien, heel herkenbaar, bijna dagelijks gebruik. Ik heb bewust gekozen voor allerlei voorwerpen die iedereen gebruikt. Ja. En ik ook nog steeds wel voor een deel gebruik. Ja, ja. Maar ik wil laten zien dat, doordat ze zwart zijn geworden, dat er iets gebeurt met dat voorwerp. Is dit nou mayonaise? Ja. Of is dit verf? Of is het zonnebrandcrème? Tandpasta. Goeie vraag. Ik weet het ook niet. Nee. Dat is wat ik wel tegenkom in het dagelijks leven. Ja. Als ik naar een supermarkt ga, ja, dan zit ik met al die spullen van, ja, al die blikjes en pakjes en flesjes en weet ik veel wat. Ik weet het allemaal niet. Ik heb van verschillende mensen gehoord dat doordat de voorwerpen zwart zijn geworden, dat die inderdaad niet meer wordt afgeleid door kleur of door opdruk of door de functie ervan. Maar dat je eigenlijk alleen nog die vorm nog maar hebt. En dat soms de vorm ook heel mooi kan zijn. Ja. Er ontstaat ook nog een stukje schoonheid. Ja, die vorm wordt zichtbaar. Ronddolen, in cirkeltjes ronddwalen, in een visueuze cirkel terechtkomen. Dat is wel eigenlijk wel een beetje wat ik wil aangeven. Omdat ik dat moment even gehad heb. Door een stap te zetten of een sprong te wagen in het duister, kom je uit die kring. En wat gebeurt er dan als je die sprong waagt in het midden? Totale chaos en het wordt een chaos, wordt gezegd. Ja, dat is ook zo. Het wordt een chaos. En dat moet ook. Als je een nieuwe start wil maken in je leven, moet je soms je schepen achter je verbranden. En misschien moet je ook een puinhoop achterlaten en met die puinhoop kan je weer iets nieuws maken. Ik denk dat mensen zich onder andere via zijn werk ook heel erg kunnen voorstellen hoe het zou zijn om blind te zijn. En dat dat aan de ene kant een soort schrikbeeld is voor veel mensen, maar aan de andere kant ook een verhaal van hoop is. En dat het ook juist heel veel mogelijkheden biedt. En hele andere mogelijkheden die je misschien van tevoren niet had verwacht. En dat is denk ik waarom zijn werk letterlijk en figuurlijk tot de verbeelding spreekt. Hoi, dag Petra. Hey. Hoe is het? Ja, goed en met jou? Prima, prima, prima. Goeie reis gehad? Ja, ging helemaal goed. De trein was keurig op tijd. Wij wonen beneden. Oh, ja. Maar boven ons is eigenlijk hetzelfde huis. Het is lislokaal, dus een vijfhoekige ruimte. Jouw beelden hebben we neergezet hier bij het raam. Prima. Maar daar hebben we nu doeken over. Oh, ja. Omdat de mensen pas op een later moment de beelden mogen zien en vullen. Ja. We gaan zo beginnen met de workshop Voel en Zie. We gaan vandaag
eigenlijk een beetje kennis maken met de belevingswereld van Sjors Kabel. Het bijzondere van vandaag is dat we in een groepssamenstelling zitten die uit verschillende mensen met een verschillende visus bestaat. We hebben mensen met Usher-syndroom, we hebben mensen die nog volledig kunnen zien en we hebben mensen die nog gedeeltelijk kunnen zien, gedeeltelijk met één oog. Ik wil jullie vragen om te starten. Steek je handen onder het laken en ga maar eens verkennen wat er voor je neus ligt. Helemaal niks. Een stukje verder naar rechts, denk ik. Ja, je mag het naar je toe halen, als je er maar niet stiekem naar kijkt. Volgens mij is het een kip of een haan. Oh. Ik heb kippen. Ik heb een lege eierdoos. Een lege eierdoos? Nou, ik heb een voorwerp die gedeeltelijk ruw is en gedeeltelijk glad. En aan het gewicht en ook aan de ruwheid voel ik dat het de steen is. Het voelt koud. En waar het ruw is, lijkt het wat warmer te voelen. Dat is heel gek, hè? Jullie merken nu het verschil tussen wat jullie doen en wat Sjors doet. Hij zegt het voorwerp wordt gelijk benoemd. Juist. Sjors omschrijft het. Ja. Jullie denken gelijk in vormen in wat het zou moeten voorstellen. Kun je het nu ook omschrijven in een soort van gevoel door het te betasten? Het is in ieder geval koud. Het voelt glad. Het is rond. Ja, het voelt een beetje harig. Of ja, als karton. Bovenop staat een soort schotel met daarin een ronde bal. De buitenkant is licht ruw. Ik krijg er hele warme handen van, dus ik denk dat het heel synthetisch is. Ik wil jullie vragen om nog even een keertje heel goed te voelen wat er voor je ligt. Want ik ga jullie zo meteen blinddoeken en dan vervolgens vragen om hetgene wat je voelt om te zetten in klei. Ik heb vaak met grotere beelden meer contact met een beeld. Dan kan het bij wijze van spreken omhelzen, ga met de handen overheen, dat is veel meer avontuur. Ik merk wel dat ik als ik iets zie, en omdat ik het dan slechter zie, dat ik het dan graag bevestigd wil zien. Komt het overeen? Is het glad wat ik zie? Dan wil ik dat ook bevestigd zien door te voelen dat het echt glad is ook. Ik voel vaak met de hele hand over het beeld. En een grote beeld, dan ga je echt met de handen eroverheen strijken. En zeker een beeld van een paar centimeter, dan voel ik al vaak helemaal niet meer wat het is. Het is te klein voor me. Ik voel dat niet meer met mijn vingers. Oh, het valt mee. Serieus. Dat was het wel, maar... Dit is wel hogeschool voetwerk. Nou, ik vind het heel moeilijk. Het lijken wel verschillende bakjes. Een fotostel en dan met een flitslamp erbovenop. Ja, zo'n ouderwetse. Nou ja, het lijkt mij iets van een... Het is een kam, hè? Een kip. Ja. Refereer jij aan je geheugen, uit je geheugen van vroeger? Hoe iets eruit zag, hoe een kip eruit zag? Toen ik op de tast was aangewezen... ging ik ook heel veel dingen aanraken natuurlijk. En ook dierfiguren bijvoorbeeld. Hè. En toen merkte ik pas dat ik heel veel details voelde... die ik vroeger nooit gezien had. Hè, dus men zegt ook vaak, hè, je bent ziende blind. Dat gold voor mij vroeger ook wel. Ik heb heel veel gezien. Maar tegelijkertijd heb ik ook heel veel niet goed gezien. Een soort vogel, denk ik, dat dit zeg maar vleugels zijn. Mm-hmm. Meer echt een paniekvorm eigenlijk. Het is niet echt een... Oké, paniek is een mooie omschrijving. Het is een beetje scherp allemaal. Het voelt heel lekker aan. Het is een lekkere structuur, een heel glad. Ja, lijkt wel geborgen, zeg maar. Geborgen, ja. Heel mooi.
Mooi. Dit is een veel opener en vrolijker en warmer beeld dan het andere. Ik heb hele leuke opmerkingen over gehoord. Ik vind het altijd heel leuk trouwens, als mensen iets vertellen over mijn beelden. En ik merk wel dat het ene beeld wat heel glad is, dat ik de indruk heb dat jullie de meeste van jullie althans het prettigste vonden om te voelen. Het zijn eigenlijk twee figuren die om elkaar heen dansen. Iemand zei ook dansen, dat vond ik heel leuk om te horen, maar dat is ook zo. Het andere beeld, dat is van keramiek. Het is een torso, zeg maar het bovenlichaam van een mens zonder armen en zonder benen. Het is een heel hoekig beeld, maar sommige mensen zijn nou eenmaal hoekig. Ze staan voor het raam, het licht is misschien gelijk een beetje fel, maar... Maar ik dacht dat dit een arm was en niet een borst. Ik dacht eigenlijk dat we bijna losse... Losse blokken of zo? Ja, losse tegen... Ja. Ja. Nee, het is één geheel. Ja. Maar wel op basis van uitgesneden driehoekjes klei. Die heb ik aan elkaar geplakt met klei op veren. Ja. Annelies? Ja? Ik ga naar mijn hak ook. Tot straks. Nou, veel plezier. Ik vind het eigenlijk een beetje heel raar dat ik loop op straat, heel eenzaam en alleen te zijn. Dat er eigenlijk heel veel mensen zijn. En vroeger, toen ik nog kon zien, ja, dan kwam ik wel eens bekende mensen op straat tegen en dan zwaaide ik naar ze, bijvoorbeeld hè, mensen die in dezelfde straat wonen als ik. Maar dat kan ik dus helemaal niet. Het kan niet anders zijn dat als ik op straat loop, dat er mensen zijn die ook mij kennen. Hè, want ik woon hier al zo lang in deze buurt, dus mensen moeten me onderhand wel kennen. Maar waarom horen ze dan niet? Of spreken ze niet? Hoi, dag Bart. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar een andere manier van uitdrukken in kunst. Ik heb altijd gebeeldhouwd, een steen en een keramiek. Ik wilde eigenlijk wel eens wat anders. Ik wil nu meer naar de ideeënkunst toe, hè? Dus vanuit concepten. Vanuit die idee tot een kunstwerk komen. Ik heb weer behoefte aan verandering, ook omdat mijn gehoor verder afneemt. Ik heb heel veel moeite om mensen te verstaan, te horen wat ze nou precies zeggen. De scherpte van de klank is eraf, dus ik hoor stemmen vaak als gemurmel of gemompel of binnensmonds. Wat in feite niet zo is, maar zo hoor ik het nou eenmaal. Ik hoor het heel... En ik probeer uit die klank iets van te maken. Ik ben nu 63, ik word ouder. Dus de ouderdomsdoofheid komt er nog eens een keer overheen. Naar verwachting zal ik volledig doof worden. Hey, Charles. Hoi, dag Marie. Ach, ben je daar? Hè? Ik zeg, ben je daar? Ja, ik ben hier. Ja. Hoe is het met je? Ja, het mag niet klagen. Mag niet klagen. Ja, ja. Je ziet er knap uit, jongen. Ja. Je bent iets te ver, Charles. Oh ja, goed zo. Ik wist wel dat je heel overmoedig was. Dan ga ik even die tekst oproepen. Document openen. Project of blind vader, tekst 2, 17 mei 2018. Fado-tekst. Onverstaanbare klanken en af en toe gelach. Geen mogelijkheid erbij te horen. De een praat te snel, de ander binnensmonds. Mijn oren overspannen en mijn hoofd dolgedraaid. Ja, het is alweer een paar weken geleden dat we elkaar spraken. We hadden toen die tekst, de eerdere versie al een beetje besproken. En ik zou een beetje aanpassen. Ja. Het gaat heel erg over mezelf. Hè? Het is mijn gehoorproblemen, het niet kunnen zien en in gezelschappen van mensen. Ja. En af en toe vind ik dat heel confronterend. En elke keer als ik met deze tekst bezig ben, het is niet leuk namelijk wat ik dan meemaak. En dan komt dan bij, als ik met die tekst bezig ben,
ja, keihard terug. Ja. Gemurmel, gemompel, wat zeg je? Daar, een paar woorden, waar gaat het over? Zeg het nog eens, dichtbij een vragende melodie. Koortsachtig zoek ik naar betekenis. Sjors was toe aan een nieuw kunstwerk. En we hebben echt gewoon gezegd, wat zou het betekenen als je zelf een faro gaat maken? Hè, op je eigen manier, of niet perfect, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat het woorden krijgt. En met name woorden krijgt die gaan over zijn ontwikkeling naar doofheid. Ik heb vroeger altijd veel met muziek gedaan. Ik heb ook muziek gespeeld op piano en gitaar. Ik was ook erg geïnteresseerd in bluesmuziek. En later kwam ik de fado op het spoor. Ontdekte ik de fado, de Portugese muziek. Dat was eigenlijk voor mij ook een soort bluesmuziek, maar dan de Portugese blues. He, ook muziek waar heel erg aankomt op gevoel. PRP, verdwalend in de kolkende brei van onsamenhangende woorden. Een kolkende brei van onszelf. En dan begint dat. PRP, RP, RP, ergens geen B. LB, 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 Elstad. S, M, S, M, S, M, S, M, M, M. Het apparaat. Die doet gewoon al die lettertjes oplezen. Of die zeggen wel. SMS, SMS. Want dat is ook wat ik heel vaak tegenkom. Hè? Er zijn mensen in gesprek of zo en hebben ze een grapje of een opmerking. Ja. En ik hoor dat ze aan het praten zijn. Ik hoor af en toe hoort alleen een gelach, weet je wel. Ja, ja, ja. Dan weet ja, ik ja, helemaal ja, ja, waar ja. het over gaat. Nee. Dat vind ik dan zo... Dat is irritant, genomd, hè? Dat ik dat dan niet meekrijg. Nee. Ja, ja. Dan ga je niet mee zitten lachen. Nou, in het begin deed dat nog wel, zo van doen alsof ik het begrepen heb, of, yeah. om maar bij te, dat gevoel te hebben om maar bij te horen. Ja, 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 op een gegeven moment ja. dacht ik, nou ja, dat is natuurlijk flauwekul. Pijnlijk, hè? Denk, ja. Bekijk het. Ja. Voor mij valt er niks te lachen, dus lach ik ook niet. Nee, Sjors is al blind. Dat heeft hij eigenlijk altijd heel goed mee omgegaan. Maar zijn doofheid, daar zit zijn gevoeligheid, dat is een trigger. Niet alleen omdat hij dan doof-blind wordt en waar heel veel communicatiemiddelen afgesneden worden, maar vooral ook over het feit dat hij als kind niet blind geboren is, maar wel slechthorend geboren is. En in het opgroeien en in het onderwijs was er toen eigenlijk nog niks voor slechthorende kinderen. En daar heeft hij enorm veel pijn op zitten. En dat proces, dat proberen we eigenlijk, ja, wat is het, om te zetten in kunst. En als je nou, ik heb hier dat scherm hier zo, en als je dat nou helemaal zwart zou maken. Ja. En je zou dan één blokje te grootte van een woord. Ja. Openlaten. En je ja. zou dan langzaam wat over de tekst heen schuiven. Dat je woord ja. voor woord zichtbaar wordt. Ja. Maar als het een kunstwerk moet zijn, dan mag het wel wat heftiger. Die confrontatie die jij elke keer hebt, mm-hmm. die heftigheid, die mag best wel in een werk te zien zijn. Ja. We zijn al aan het vormgeven. Ja, en het kunstwerk wat daaruit voort moet komen, ja, ik denk dat dat een schijntje is als dat eenmaal er is. Ik bedoel, dan is het een kwestie van maken. Ik denk dat het een installatie gaat worden, waar zowel klank als beeld een rol krijgen. En natuurlijk de tekst, de vadertekst. Ik mail je nog voor een afspraak. Graag. Over 2 à 3 weken. Ja. Even kijken. Doen we. Ja, dan spreken we hier weer verder over. Vond ik ja. wel hartstikke fijn vandaag. Mooi hoor. Ja. Nou, goed. Zou ik zeggen... Nou, heb het goed. Nog een goede dag vandaag. Wel hè? Thuis. En jij ook. Oké, okay. Doeg. Als een desperado. Nihilo is mijn cadeau. Ado zegt de fado. Voor jou geen Eldorado. LB, 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 Elstad, S, M, S, M, S, M, S, M, gekookt, M, M, M. En toen PSP, SP, 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 ha, 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 ha.